Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video en vandaag heb ik voor jullie de goodie box. Dus we gaan hem heel snel unboxen en kijken wat erin zit. Ops, de box. Het is de First Hint on Summer box. En achteraan staat er ook van alles op. Oeh. Dat is nieuw, dat is voor volgende maand al. Kleine hint, super nice ice in de hoofdletters. Help je huid en hoofd koel te houden in de zomer. Producten en beauty tool. Nice. Maar het gaat om de box van nu. En dit is de Ready for Summer of First Hint of Summer. Deze maand nemen we mee op een cleansing journey om gedachten vrij te maken. Stap in en maak je klaar voor het volgende grote avontuur. En dit zijn de producten van deze maand. Ik tel er 6, dus dat is heel fijn. En ik zie hier ook 2 kortingskaarten liggen. Van de Rituals. Nice. Volgens mij is het 2 keer hetzelfde, alleen in het Frans en Nederlands. Maar I don't care. Ik heb 2 keer 5 euro korting. Ik kan eentje aan mama geven. Dat is wel fijn. Nice. Thanks. Goodie box. Ik kom nog steeds altijd duty. Ik vraag me nu waarom. Maar goed. De box. Het seal zat niet echt goed. El boxo. Ja, ik begin gewoon met dit zakje. Mushy Mushy Minds is dit. Dat herken ik aan het zakje. De oogroller zag er ook zo uit toen. En het is een steen of zoiets. Even kijken. De Mind Pumice Stone. Winkelwaarde 11 euro. Dit is een puimsteen. Hiermee kan je eelt verwijderen. Dus dat is wel heel fijn. En het ziet er een heel stevig uit, want je hebt ook van die puimsteentjes die gewoon uit elkaar vallen. Maar dit ziet er wel echt een heel stevig iets uit. Dus ik ben heel benieuwd om deze te gaan gebruiken. Dan zie ik een mooie roze tube, de Human and Kind Moisturizing Hand Scrub met elderflower en raspberry. Deze is ook een full size, kost 15 euro. Ja, een handscrub. Maar ik denk als je dit op je voeten of je benen gebruikt, dat het ook wel moet lukken, toch? Nice. Een scrubby. Dan heb ik hier een klein smal tubetje van Melusine Paris Eyelash Serum. Ook een full size en kost 25 euro. Oh, maar ik lees wel hemp. Hemp Prodigious Eyelash Serum. Ik vind dat weer een gevaarlijke, want ik kan niet goed tegen hemp of hennep. Het is al gebleken uit dat masker, andere producten die ik gebruikt heb, gebruik ik altijd met een bang hartje en het komt gewoon nooit niet goed. Dus ik wil het wel proberen, maar ik heb geen zin om met opgezwollen ogen te gaan rondlopen. Dus ik vraag me af of ik dit niet ergens kan aanduiden dat ik daar allergisch aan ben, of zodat ik dit soort producten niet meer krijg. Ga ik echt even uitzoeken. Maar ja, deze serum dus. Balance Me AHA Glow Mask. 20 ml. De full size kost 50 is 50 ml en kost 25 euro. Oh, en dat is handig. Ze schrijven er nu ook altijd bij hoeveel het exact voor dit is. Dus dat zij het uitrekenen dat ik het niet meer moet schatten in mijn hoofd. 20 ml kost 17,50 euro. Een glow mask, chemische peeling met drievoudige werking, verlicht, zuivert en verstevigt. 15 minuten aanbrengen en afspoelen. En de volgende dag niet vergeten SPF te gebruiken. Maar dat doe ik eigenlijk elke dag al. Dus ik ben wel benieuwd naar deze. Top. Dan heb ik hier... Oh, dit is volgens mij... Ja, het Rituals product, de Purify... Miracle 3-in-1 micellaire water van de Holy Lotus en Indian Rose. Dat is die nieuwste of vernieuwde lijn eigenlijk. Deze kost, wou ook niet vallen, voor 52 ml 12,90 euro. En dit is een flesje van 50 ml ter waarde van 4,90 euro. Maar ik ben wel benieuwd om deze te gaan testen. Ik heb van Rituals volgens mij nog nooit dit soort dingen gehad. En dan is het alweer tijd voor het laatste product volgens mij. De Foodlab Co. Instant Food Peeling. Deze kost voor 100 ml 20 euro en dit is 30 ml, dus ter waarde van 13,50 euro.
Maar dat is vaag toch? Want dan zou je denken 50 milliliter is 10 euro en dat is 30 milliliter. Hoezo kost het dan 13,50 euro? What the fuck? Dat is vaag. Maar oké, het zal wel. Dit serum gebruik je 1 keer per week voor je onder de douche springt. Spray op je voeten en hielen, laat een minuutje intrekken en dan kan je met de puinsteen het eelt verwijderen. Oké, top. Sommigen zullen onmiddellijk effect ervaren, anderen zullen het een paar keer moeten gebruiken voor ze volledig resultaat zien. Ik denk dat ik bij die tweede categorie hoor, want ik heb echt voeten vol met eelt. Dat is echt niet normaal. Maar goed, dit was de box alweer. Algemene indruk, niet wauw. Eerlijk gezegd, ik ben wel benieuwd naar deze combinatie uiteindelijk. Ik vind het fijn dat ze dan wel ook meteen een steentje erbij doen, dat je het samen kan combineren. Ja, Rituals ben ik ook wel benieuwd naar om te gaan testen. En ik heb 2 kortingsbonnen, wat ook wel fijn is, want Rituals tegenwoordig vind ik wel dingen die ik kan gebruiken. Het masker ben ik eigenlijk het meest wel benieuwd naar om te gaan gebruiken. Die kan ik in 2 keer gebruiken, denk ik. 20 milliliter, 2 keer 10 milliliter. Goh ja, deze, over dit soort producten heb ik altijd een dubbel gevoel. Ik denk, ja, handscrub. Ik doe al zoveel met mijn handen op een dag dat ik het niet echt nodig vind om ze te scrubben. Ik gebruik op werk best wel chemische producten waar andere mensen zeggen, ik doe handschoenen aan en ik doe dat nooit op mijn handen gewoon. I don't care, ik doe het gewoon. Dus mijn handen krijgen al een dagelijkse peeling op het werk eigenlijk. Dus ik zie niet echt de meerwaarde van dit, maar ja, ik ga het wel gebruiken en desnoods op mijn benen zoals ik al zei. En ja, dit, hennep, ik heb er, ja, ik ben sowieso anti-drugs. En cannabis is en blijft een drugs. Hennep. Maar ook gewoon, ik snap niet wat iedereen hier zo tof aan vindt om het ineens in beautyproducten te stoppen. Ik zie er nu niet van in. En ik ga echt proberen om dit aan te geven als een soort van iets waar ik allergisch voor ben ofzo. Dat ik het gewoon niet meer krijg. Want ik gebruik het niet. Ik vind het zonde weer dat dit erin zit, want ik ga het niet gebruiken. Maar goed, dit was de box van deze maand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Thanks for watching en tot de volgende video.